Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press. Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Het is slechts een kwestie van tijd, maar we gaan er allemaal aan. Onvermijdelijk zal de ster waar wij allemaal om draaien ermee ophouden. Over zo'n 5 tot 6 miljard jaar zal de zon sterven. En voordat dat gebeurt zal zij uitdijen, waarbij de kans groot is dat ze de aarde als het ware opeet. Een prachtig beeld voor het einde der tijden. Ik denk eigenlijk niet dat het zover zal komen. De mensheid zal eerder tot een einde komen. Namelijk wanneer de machines het overnemen. Als science fiction fan zit Judgment Day stevig in mijn hoofd. En dan doe ik dus niet op de Bijbelse dag des oordeels, maar op het keerpunt uit de filmreeks The Terminator. De apocalyps spreekt tot de verbeelding. We zien beelden van de eindtijd niet alleen in films en series, maar ook in de journalistiek gaat het er vaak over. Als het gaat over de opwarming van de aarde, bijvoorbeeld. Vandaag gaan we het hebben over de apocalyps in de media. Waarom is dat narratief van de apocalyps zo aansprekend? Ik ga erover praten met mijn vaste mede-mediadokter Dr. Vincent Kroonen en met onze speciale gast Dr. Laura Kopier. Zij is universitair docent aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in de uitwisseling tussen de Bijbel en film. Welkom. Dankjewel. Beide. Laura, ik noemde net al even de Terminator. Kan je een paar andere voorbeelden geven van apocalyptische films? Ja, dat ligt eraan wat voor smaak je wilt. We hebben natuurlijk apocalyps, maar we hebben ook de post-apocalyps, die ook onderdeel is van heel veel films. En kan je dat verschil uitleggen? Het is vrij simpel. Bij een apocalyptische film moet de apocalyps nog plaatsvinden. Bij een post-apocalyptische film heeft de apocalyps plaatsgevonden. Ja. En zien we een samenleving, een wereld, een systeem dat zich probeert staande te houden nadat er een soms nader gedefinieerd, soms niet nader gedefinieerde ramp heeft plaatsgevonden. Denk aan krakers als Waterworld. De Mad Max trilogie is een mooi voorbeeld van post-apocalyptische film. Ik ga er nu op in omdat dat niet mijn specialisme is. Ja. Dus je kan zeggen, is het een apocalyptisch of een post-apocalyptische film? Is het een heel sterk bijbels geïnspireerd film, materiaal of juist niet? Doe eens wat voorbeelden van apocalyptische films. Een van mijn favorieten is 2012. Ook een significant jaartal voor apocalyptici. Want? Er zijn natuurlijk verschillende mensen gedurende de hele geschiedenis die hebben gekeken naar wat zijn significante momenten op een kalender waarvan wij misschien ons nu zorgen moeten gaan maken over of daar dan misschien ook een einde aan zou kunnen komen aan die kalender. 2012 is een significant jaartal voor mensen die zich bezighouden met de Maya-berekeningen. Daar was de berekening 21 december 2012 zou de wereld kunnen eindigen. En hoe wordt in de film 2012 dat einde verbeeld? Het is een interessante mix, omdat het refereert aan die Maya-kalender. Het refereert aan een menselijke fout in de zin van hebben wij door de opwarming van de aarde iets kapot gemaakt of een systeem in de soep laten lopen. En tegelijkertijd is er ook sprake eigenlijk van een bijbelse ramp, namelijk de zondvloed. Dus deze film als Hollywood blockbuster is heel interessant omdat hij die verschillende invloeden in een soort remix gooit. En hij laat ons dus zowel het einde zien, vooral de vernietiging van Los Angeles is heel indrukwekkend in die film. En hij laat een beperkt aantal mensen overleven. En dat is een typisch Hollywood-narratief. En dat hoort er ook bij. Kan je er nog eentje doen om een beetje in de stemming te komen? Een van mijn favorieten is End of Days uit 1999. Significant, net voor het jaar 2000 uitgebracht. Is een Arnold Schwarzenegger kraker. En Arnold sterft aan het einde van de film. En hoe wordt daar dat einde der tijden verbeeld? Dat is een hele bijbelse, want daar gaan we eigenlijk uit van het scenario dat het jaar 2000 komt eraan. Dat zit ook in die film, dus we krijgen letterlijk de countdown
naar 31 december 1999. Nou, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Mm-hmm. Voordat dat gebeurt, is de duivel al teruggekeerd op aarde. In een hele charmante vorm. En hij probeert zijn duizendjarig rijk te stichten, het millennium. En dat wordt allemaal ook in de Bijbel aangekondigd. Kan iemand hem stoppen? Nou, naar het schijnt Arnold Schwarzenegger, die kan dat. Vraag niet hoe. Hij laat zich uiteindelijk door de duivel bezitten. En daarna werpt hij zich in een zwaard. Oh, nobel van Arnold. Dat is een hele interessante film. Ja, maar verbeeldt Arnold Schwarzenegger daar dan ook een soort Jezus-figuur? Ja, absoluut. Absoluut. Sterker nog, de initialen van zijn personage zijn JC. Oh, je verzint het niet. Ja, dat is Hollywood voor je. Maar wat is nou precies het verschil met rampenfilms? Want je zegt in 2012 is er een soort van zondvloed. Dat zien we natuurlijk ook in gewone rampenfilms. Ja, wat je ziet is dat er eigenlijk meerdere genres zijn die je op een of andere manier als apocalyptisch kunt labelen. Daar zijn heel veel boeken over geschreven. En als ik denk aan een rampenfilm, dan denk ik aan het genre wat heel erg in de jaren 70 heel erg groot was. Dan krijg je Towering Inferno, iets waar een boot gaat zinken. Nou, Titanic is een mild apocalyptische film, gebaseerd op historische gebeurtenissen. Maar rampen die door mensen zelf zijn veroorzaakt. Ja, niet door goddelijk ingrijpen. Ik denk inderdaad een groot verschil is dat bij rampen er gebeurt iets door toeval, waardoor iets fout gaat en hoe we daarop reageren. Maar bij de apocalyptische films die jij aanhaalt, is er ook altijd een schuldvraag eigenlijk. Ja. Waarom iets gaat gebeuren? Het is iets wat we over onszelf hebben afgeroepen. Ja. Waar we ons dan tegen, daar moet iets goeds tegenover staan. He, dan kan je een paar oude astronauten naar die komeet sturen, wat dan ook. Die dan weer. Dat is ook heel goed. Dat trachten om te draaien. Dus er zitten gelaagdheden in met hoe totaal de vernietiging is. En als die vernietiging totaal is, is het waarschijnlijk onze schuld geweest. Waar we dan het goede tegenover moeten stellen. Dus we roepen dat al voor onszelf af. Maar er zit ook een element in dat het al aangekondigd was, toch? Dat het al zo in de geschriften stond. Maar als het al in de geschriften staat, hoe kunnen we het dan nog afwenden? Nou, daar komt Hollywood dus om de hoek kijken. Dat maakt het specifieke narratief voor Hollywood zo interessant, omdat het veronderstelt inderdaad dat er een weg is ingeslagen die we niet meer kunnen, daar kunnen we niet meer van af. Behalve als er één iemand is die zichzelf opoffert. Dus het is in feite zo dat, en daar zijn een aantal bijbelwetenschappers die dat heel interessant en problematisch vinden, die zeggen oké, een goddelijk scenario kan blijkbaar worden afgewend door menselijk ingrijpen. Waarmee dus alle agency alsnog bij een menselijke factor wordt gelegd. En dat is precies wat er in Hollywood gebeurt. De mens wordt weer het handelend centrum van het universum. Terwijl in de Bijbel lijkt het me dat de waarschuwing veel eerder moet zijn dat wij ons naar Gods wens moeten gedragen. Kan je wat meer vertellen over wat de apocalyps precies is in de Bijbel? Strikt genomen, als je het aan een bijbelwetenschapper vraagt, en dat ben ik natuurlijk niet, is het zelfs een genre van literatuur in de Bijbel zelf. Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Maar er zijn meerdere apocalypsen te vinden in de hele Bijbel. In het Oude Testament staan er een paar. Een hele bekende is het boek van Daniel. Daar zitten hele veel overeenkomsten met openbaring. Daar wordt ook eigenlijk voor uitgewezen naar wat er later gaat gebeuren. Wat gebeurt er in Daniel? Nou, dat moet je me niet in detail vragen. Want als ik denk aan het Oude Testament en dan inderdaad de zondvloed, dat is dan ook een apocalyps? Ja, dat is ook een apocalyps. In zekere zin is dat misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende apocalyps eigenlijk. Ook heel filmisch. Het is heel filmisch. Ja, want je ziet daar ook naar wat je ook. Kijk, als je het leent zich natuurlijk heel mooi voor een narratief. Een apocalyps, het einde is er, we hebben een duidelijk conflict. Alles gaat kapot, maar als je een film zou maken of een verhaal zou vertellen wat en daarna is alles dood en over, ja, dat is geen verhaal. En je ziet dat ook heel mooi inderdaad bij die zo'n Noach-vertelling, hè? Of het nou Noach is of Arnold Schwarzenegger, er moet altijd iemand opstaan, of Jezus Christus himself, die dan de zonde wegneemt. Dus het geweld en de vernietiging is zo verbonden eigenlijk met het zondige, wat daar het een en ander veroorzaakt, dat
de opoffering dan ook de grootste letterlijk de grootste opoffering om dat dan weer weg te nemen. Ja. Om het leven weer door te geven. Oké, okay, want hoe gaat dat dan in Openbaringen? Nou, daar heb je helaas niet iemand die opstaat en zegt ik ga de wereld redden. Maar er komen vier ruiters en het einde is daar? Nee. Uiteraard is het wel zo dat het visioen dat Johannes ontvangt is heel uitgebreid, heel grafisch. Het gaat van bloed naar vuur, naar ziektes, et cetera. Uiteindelijk is de belofte is dat als dit alles heeft plaatsgevonden, dan zal God een nieuwe wereld scheppen. Hij ziet letterlijk, Johannes ziet letterlijk aan het eind van het boek een nieuw Jeruzalem. Oké, dat impliceert inderdaad hoop ook. Maar wat daaraan vooraf gaat, is een boodschap die is bepaald niet hoopvol. Ja, want wat is die morele boodschap? Wat moet je daar als misschien stel ik je vragen die je niet kan beantwoorden. Nou, volgens mij, wat ik ervan heb begrepen is dat er wel voor degene, als de apocalyps zich aandient, dat degene die Jezus Christus hebben aanvaard als hun Lord en Savior, die worden wel degelijk gered. 44.000, Vincent, om precies te zijn. Die worden gered. Ja. Dus, dat nummer staat echt, dat getal wordt genoemd. Oké. Okay. Dus ja, het is maar wel zaak dat je op die top 144 staat. Kijk, het punt met dat boek is, en dat maakt het zo'n nogal moeilijk te verteren boek, is dat er constant wordt gespeeld met de tegenstelling tussen zij die zullen worden gered en zij die bij voorbaat kansloos zijn. Het is een heel sterke terugkeer tegen van zij zijn fout en wij hebben het juiste geloof. Dus dat apocalyptisch denken speelt ook heel sterk op het niveau van ik weet iets wat jij niet weet en jij gaat eraan, maar ik niet. En ik sta boven jou. En ik kan nog proberen jou te redden, maar dat hoef ik in feite helemaal niet te doen. En dat is eigenlijk een hele, die boodschap is eigenlijk niet christelijk. En daarom is het ook niet een boek dat heel veel christelijke gemeenschappen, en zeker in Nederland niet, lezen. Want het is een wij-zij verhaal. Het is wij tegenover hun. Oké. Okay. Maar we zien het wel op allerlei andere plekken terug, die apocalyps. We hadden het er net al even over. Het einde der tijden is door heel veel mensen voorspeld. En het 200 seconden item van deze week gaat daarover. Iris Verhulstonk en Tom Amoes doken in de Millennium Bug, waar we allemaal van in de ban waren. Als je de voorspellingen moet geloven, zou de wereld nogal vaak zijn vergaan. Van de Bijbelse ruiters van de apocalyps, die nog altijd op zich laten wachten, tot het einde van de Maya-kalender in 2012. Maar er zijn maar weinig jaren die zo vaak het einde van de wereld voorspelden als het jaar 2000. 2000 zou een zeer bewogen jaar worden. De wereld wachtte in spanning af of de computers de zogenoemde Millennium Bug zouden overleven. At the stroke of midnight, January 1st, 2000, credit cards and ATMs may cease to function. Airplanes and trains may come to a halt. In Nederland verzocht het ministerie van Binnenlandse Zaken de legerleiding om een aantal eenheden militairen paraat te houden tijdens de eeuwwisseling. Deze militairen moesten klaar zijn om in te grijpen bij grote maatschappelijke problemen. Het ministerie houdt er, net als het Millennium Platform, rekening mee dat het openbare leven bij de start van 2000 enige tijd ontwricht raakt door computerstoringen en heeft daarom het ministerie van Defensie te hulp geroepen. In de praktijk bleek het allemaal wel mee te vallen. En er zijn nog geen berichten van grote problemen. De zogenoemde Millennium Bug lijkt zich rustig te houden. Maar hing de mensen op aarde in 2000 nog wel meer boven het hoofd. Zo voorspelde Jerry Falwell, een conservatief Amerikaanse tv-prediker, dat God zijn oordeel over de wereld zou vellen op 1 januari. Maar dat was nog niet alles. Enkele christelijke auteurs zeiden ook nog dat de chaos van de Millennium Bug ervoor zou zorgen dat de Antichrist de macht zou overnemen op aarde. Hoewel, ze werden steeds minder zeker van hun zaak naarmate 1 januari 2000 dichterbij kwam. Dus toen veranderden ze toch maar hun mening. Dat de Antichrist de sfeer op aarde zou komen verzieken was trouwens niet per se een heel origineel idee. De christelijke paragnost Ruth Montgomery dacht er hetzelfde over. Vanuit verschillende christelijke stromingen was trouwens niet helemaal duidelijk wat er nou precies zou gaan gebeuren. Want er werd ook voorspeld dat het duizendjarige rijk van Christus in 2000 zou beginnen. En bovendien zou ook nog het koninkrijk der hemelen verwezenlijkt worden. Alsof de opstand van de Antichrist en Gods oordeel nog niet genoeg was, waren er wel meer voorspellingen die zeiden dat de aarde op een gruwelijke manier tot zijn einde zou komen.
De Nubian Nation dacht dat de positie van de planeten in mei 2000 ervoor zou zorgen dat er een heuse Star Holocaust zou voorkomen, waarbij de aarde naar de zon getrokken werd, met alle gevolgen van dien. Al met al zou het nieuwe millennium dus nogal wat voeten in de aarde hebben gehad. De opstanding van de Antichrist bleef gelukkig uit en ook de aarde leek zich netjes bij de gebruikelijke koers te houden. 2000 werd niet het voorspelde rampjaar. Maar echt rustig slapen kunnen we nog niet. In 2020 zal na de voorspelling van Jane Dixon, een beroemde Amerikaanse astroloog en prognost, de Armageddon plaatsvinden, waarbij Jezus Christus terugkomt op aarde om Satan, de valse profeet, en ook opnieuw weer de Antichrist te verslaan. Klein detail, eerder voorspelde deze dame ook al dat de wereld zou eindigen op 4 februari 1962. Kunnen we toch nog rustig ademhalen? Ja, 2000, Laura, was jij in die tijd al bezig met de apocalyps? Niet in deze vorm, maar ik kan me het nog wel heel goed herinneren dat ik inderdaad bezig was met cd'tjes om al mijn bestanden van mijn computer af te halen. En dat het inderdaad een totale flop bleek te zijn. Y2K, Vincent? Ja, ik ken iemand die werkte voor Deltaloid en had toen een feestje, Lysander heette, die een jaar lang aan een project had gewerkt om Y2K te voorkomen. Dus die kwam heel enthousiast eruit dat Deltaloid was gelukt dat er geen problemen waren. Maar ja, toen hij hoorde dat er nergens eigenlijk problemen waren, had hij ook wel een beetje het idee dat hij een jaar lang voor niks had lopen werken. Ja, we lachen er nu om, maar dit was echt serieuze business. Was dit apocalyptisch denken? Ja, absoluut. Dit is weer terug te voeren op het idee dat zodra we een significante omslag krijgen in onze kalender, of dat nou het jaar 1000 is, of het jaar 1500, of 1600, of 1900, of 1950, 1951, daar waren in die jaren ook spanningen over. Zodra er een soort van significant getal komt op de kalender, dus noem het 2000, gaan mensen in de stress schieten. Volstrekt belachelijk, want onze kalenders zijn uiteraard gebaseerd op een misrekening. Om daarmee, en een getal met drie nullen is inderdaad heel aansprekend. En dat roept allerlei dingen op, maar het is een feitelijk, het is een niet-rationele angst. Terwijl bij Y2K was hij natuurlijk een soort van gerationaliseerd in die computertechnologie. Zat daar niet ook angst achter dat we te afhankelijk geworden waren van die technologie? Het is altijd een weerspiegeling van een angst die op dat moment leeft in een samenleving. Dus als je naar een Hollywoodfilm kijkt, dan zie je de zorgen over ons milieu. Je ziet de zorgen over de atoombom. Je ziet de zorgen over een niet of soms heel expliciet gedefinieerde ander. Hè, als je de geschiedenis gewoon doorkijkt, zie je iedere apocalyptische dreiging zegt eigenlijk iets over het specifieke moment waarop die film is gemaakt. Dus computers waren inderdaad toen al heel erg dominant. Virtual reality, daar zaten we toen eigenlijk al een beetje tegenaan te hikken. Wat is inderdaad een werkelijkheid met ene en nullen? We hadden de Matrix natuurlijk gehad in 1999. Is er inderdaad een universum wat wij niet kunnen kennen? Dat is heel apocalyptisch. En wordt dat ons geopenbaard op het moment dat het crasht? Past precies binnen die gedachte van A, het is een significant kalenderpunt, en B, daarmee kunnen we al onze angsten als het ware projecteren. Ja, dat ook zien. Het heet ook een bug. Wat we hebben, een soort virusbugs, dat zie je dat het daarover komt. Dat is iets wat onzichtbaar is en wat zich invreet in ons hele systeem, wat oncontroleerbaar is. En dat zie je wel heel vaak bij apocalyptische perspectieven of verhalen, dat het iets is wat binnen ons is, wat zich ineens kan manifesteren. Invasion of the body snatchers. Ja, en dus er is een ghost in the machine natuurlijk, wat zich opeens kan oppoppen, wat ergens om zich heen grijpt. En dat zie je nu nog steeds ook in verhalen die gaan over virussen of ransomware wat verspreid wordt. Daar worden altijd beeldspraken gebruikt die we dan eigenlijk weer kennen. Of het nou een plaag, als een van de plagen natuurlijk die we ook uit de Bijbel kennen, die over ons heen komen. Het wordt geframed binnen dat wat we kennen uit de Bijbel. Ik zei het net al in de inleiding. In onze tijd wordt dat einde der tijden vooral gezocht in de klimaatverandering. Ik wil graag een filmpje laten zien van de BBC. En dan ga ik jou, Laura, vragen hoe we hier kenmerken van de in terugzien. Thank you.
Laura, welke kenmerken van de apocalypse, Bijbelse apocalypse zie je hier? Een heleboel. Maar waar het me vooral aan doet denken is het idee van Doomsday. Dus we hebben de Doomsday-klok. En die is een paar maanden geleden, misschien is het nu 2 maanden geleden. Hoe lang is Donald Trump nu aan de macht? 70 dagen, ja, zoiets. Ja. Ja, we zijn aan het tellen. Ja. En er is zo'n denktank. En die produceert om de zoveel tijd een update over hoeveel minuten, how many minutes to midnight. En we zitten nu op 2,5 minuut voor middernacht. En het filmpje, dat haalt een aantal factoren aan. Hè. Dat heeft het over droogte, voedsel, gebrek aan water, vervuiling, et cetera. En dat doen die mensen van die denktank doen dat ook. Dus die pakken al die factoren bij elkaar. En dan maken ze een plaatje en dan zeggen ze, nu moeten we echt gaan oppassen. Dus als ze in dat filmpje zeggen, there's a high risk of conflict, daar waarschuwen zij ook voor. Dus je kunt ze ook opzoeken, het is helemaal een hele interessante denktank. Maar het denken is, we pakken alle factoren op de wereld en daar projecteren we een voorspelling op. En dat is heel apocalyptisch. Wat ik mooi vind is dat er is een soort moeder aarde. Hè? En moeder aarde, we hebben moeder aarde eigenlijk het gezicht van afgewend. En we hebben haar uitgebuit. En uiteindelijk zal moeder aarde ingrijpen. Hè? Die zal met dezelfde middelen, en dat zien we dan, gaat het regenen en dan gaat het stormen. En dan verzuren de zeeën. En we zullen uiteindelijk allemaal stikken in ons eigen hoogmoed. Het is een ontzettend verhaal over hoogmoed, over wat wij in de afgelopen 150 jaar hebben gedaan, wat bestraft dient te worden. En degene die wij het hardst in het gezicht hebben gekwetst, hebben weggelegd, moeder aarde grijpt in. Moeder aarde is gewoon God in dit verhaal. Dit is een oud-testamentische God die ons uiteindelijk zal bestraffen voor onze hoogmoed. En uiteindelijk zullen wij weggevaagd worden. Want vaak bij dit soort verhalen zitten ook, wat gebeurt er dan eigenlijk? Hè? Wij zullen onszelf vernietigen, de mens. Ja. En er zijn mensen die zeggen, dat is misschien maar beter ook. Want de aarde is beter af zonder de mens. Hè, dus als je vanuit een we hebben hier ook wel eens een keer Maarten Racing te gast gehad. Hè, de wereld is beter als we alleen maar diertjes hebben en flora en fauna hebben. En de mens hoort daar eigenlijk niet bij. Of de mens ziet zich eigenlijk als iets wat buiten de natuur staat. Maar dat is niet zo. De mens is een onderdeel van de natuur. En als wij te veel zijn, zal moeder aarde ons uitkotsen. Dus de grote vernietiging van onszelf hebben we ook aan onszelf te danken. En dat vind ik zo mooi aan zo'n filmpje. Dat je de Parijsakkoorden, wat je zegt, de doomsday-klokken. Dit is het moment. Dat hoor je Jesse Klaver zeggen, wat dan ook. Dit is het laatste moment dat we kunnen kiezen. En als we nu niet kiezen, zullen we vernietigd worden. En staan jij aan de juiste kant van de geschiedenis, doe je het niet voor jezelf. Een letterlijke tekst uit de campagne is, doe het dan voor je kinderen. Of eigenlijk voor je kinderen van je kinderen. Dat gaat over rentmeesterschap. Nou, dat als er iets bijbels is, is het dat wel natuurlijk. Ja, je geeft wel een erg eco-warrior interpretatie nu. Maar dat, nou, in feite, als je de Bijbel leest op inhoud wat betreft moeten we de aarde beschermen, daar worden wel dingen over gezegd inderdaad. Hè, dat je niet 7 jaar lang dezelfde akker moet bezaaien, et cetera. Maar dit is heel typisch een voorbeeld van hoe een apocalyptisch wereldbeeld heel specifiek wordt gekoppeld aan waar iemand staat. Dus jouw wereldbeeld is, je overdreef het misschien een heel klein beetje, maar het idee van we moeten moeder aarde beschermen, dat idee is natuurlijk heel sterk opgekomen in de jaren 60, hè, de Club van Rome, waarbij we opeens dan het idee krijgen van, oh, er gaat hier iets mis. Dat is één manier waarop je een apocalyptisch wereldbeeld kunt aanhangen. Ja, maar je ziet het, want kijk,
Het is een buitengewoon sterk argument wat je kan maken. Dus je zegt, als we deze kant op gaan, het is 5 voor 12, nu moeten we ingrijpen. Ik wil even daar naartoe, want volgens mij is het dus ook een bepaalde manier van verslag doen. Want je had het net over politieke marketing. Maar journalisten bedienen zich daar natuurlijk ook van. Hè? Als we nu niets doen, dan nemen de moslims het over. Klopt dat? Ja, wat weer opvalt is dat, wat ik eerder zei, is het idee dat openbaring als narratief werkt heel sterk met een tegenstelling. En juist op het moment dat je gaat benoemen welke groep het gevaar vormt, dan bevind je je inderdaad in die tegenstelling tussen wij en zij. Nu krijgt het de vorm misschien van islam. Is de godsdienst waar we ons toch terdege zorgen over moeten maken. Maar dat is in een langer perspectief hebben we het gehad over katholieken. De katholieken zijn ook door vele interpretaties in de Bijbel aangewezen. De paus als de verbeelding van de antichrist. Ja. En dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden. En die kracht zit dus in het narratief. Het narratief roept iets op. Het is een fundamenteel kosmologisch verhaal, bijna Star Wars zou ik zeggen, waarbij we een aantal goede krachten hebben en we hebben negatieve krachten. En er is één iemand die het visioen heeft gezien en volgen we dat ja of nee. En er is een groep die geselecteerd is en die is uitverkoren, die heeft kennis, die kan er iets misschien mee doen, maar misschien ook niet en de rest heeft pech. Ja. En in feite, als je nog dieper gaat inzoomen, dan zie je dat één groep waar in ieder geval altijd zeg maar klappen krijgen, zijn de vrouwen. Dus ook, het is ook een heel vrouwonvriendelijk verhaal. Waarom? Wat is er mis met ons? Ja, nou ja, je kan of het klassieke idee van je bent of een hoer of je bent Maria. En in Openbaring is er een hele sterke hoer, de hoer van Babylon. Waar mensen het nog steeds over hebben. En die wordt op een meest, dit is een metafoor, wordt gezegd. Hè? Het is een stad, dus daar moet je niet van denken dat het een vrouw is. Maar zij wordt op de meest gruwelijke wijze wordt ze uit elkaar gereten. Het is een soort van moordlustig verhaal van al het slechte dat vrouwen kunnen doen, of waar ze van worden beschuldigd, wordt daar in één keer wordt dat afgerekend. Dus er zitten heel veel lagen in van het wij-zij-denken, vrouwonvriendelijk, oorlogszuchtig, wraak. Klopt het dat het in het Engels The Reckoning wordt genoemd, of is dat weer wat anders? Dat is wat anders. Ah, oké. Okay. Nee, en dan in Engels is het Revelation, dus daar is het letterlijk de openbaring, iets laten zien. Het is letterlijk ergens een sluier van aftrekken vanuit het Grieks. Vincent, is er ook een rechtse en een linkse apocalyps? Nou ja, dat denk ik zeker. Als je, ik verwees wel even naar de verkiezingen en als we, jij haalde de islam aan, er worden vaak termen gebruikt als tsunami of een plaag van. Dat zijn alsof het een soort natuurkrachten zijn die hier over ons heen zullen spoelen. Als een enorm, wat ik zei, een soort natuurkracht. Als dat past binnen een rechtswereldbeeld, dan is er inderdaad een wij-zij. Nou, hoef je niet heel lang te gaan discussiëren hoe dat in elkaar zit binnen een rechtse ideologie. Maar aan de linkerzijde is dat hetzelfde verhaal met het milieu. Ja, aan de linkerzijde zie je dat onder meer aan het milieu. Maar je ziet het ook ergens anders. Namelijk, we zijn lang in staat geweest om het populisme in te dammen. En er is eigenlijk een nieuwe politieke correctheid ontstaan waar wij ons als linkse mensen tegen moeten verzetten. Dat alles maar gezegd moet worden. En we hollen eigenlijk, want wat wij als Nederland zijn, eigenlijk hollen we daar ook enorm ook in uit aan die kant. Dus het idee dat er een soort hordes zijn van rechtse mensen die de waarden van onze Nederlandse samenleving of de Europese samenleving te grabbel gooien, waar vechten we dan nog voor? Dat zie je dat er precies dezelfde narratieven worden gebruikt. Want straks, en dat is natuurlijk het bij uitstek het apocalyps, dat is, we zijn weer in de jaren 30 in Duitsland. Ja. Dat is de apocalyps. De antichrist staat weer op. Ja. Maar dus dan zeg je eigenlijk, er is geen rechtse of linkse apocalyps, maar zowel rechtse als linkse mensen bedienen zich van deze retoriek. Apocalyptisch vertoog. Ja. En aan de uiteinden zijn ze zo extreem dat ze elkaar bijna weer raken. Hebben ze meer met elkaar gemeen dan ze zelf zouden willen? Ja, dat lijkt mij dus ook. Wat is er dan ook nog een verschil met complottheorieën? Die zitten daarin. Dat hoort daarbij. Ja. Maar dat hoort bij de algehele, wat is de functie van een apocalyps?
Nee, apocalypse gaat over iets, een openbaring of een verklaring, een revelation. Ja. Wat doet een complottheorie? Een complottheorie laat zien, dit is werkelijk aan de hand. Ja. Ik ben bij machten geweest, ik heb een soort visioen gehad, wat ik met jullie deel. De hele wereld wordt eigenlijk stiekem geregeerd door een klein clubje mensen die tegen ons is. Eigenlijk zijn die ziektes komen daarvan en die chemtrails die boven ons hoofd gaan, dat is eigenlijk allemaal door de CIA bedacht. Je laat zien hoe eigenlijk het hele systeem in handen is van maar een paar kwaadwillenden in de samenleving. Ja, dat past natuurlijk heel erg bij zo'n apocalyptisch verhaal. De verborgen agenda van Satan. Voor complottheorieën maakten we trouwens ook al een podcast. Dat is aflevering 45. Die vindt u in het archief. Als het einde der tijden aanbreekt, dan zal er paniek komen. Zoveel is zeker. En het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention wil graag dat het publiek daarop voorbereid is. We weten niet op alles waarop we ons kunnen voorbereiden. Maar misschien komt er wel een zombie-apocalypse. En het CDC, die centers, die bouwden een hele campagne rondom de zombie-apocalypse. Ze zagen dat als een ludieke manier om te zorgen dat mensen voorbereid zijn op van die noodsituaties. En ze promoten zo bijvoorbeeld dat mensen voldoende water in huis hebben, voldoende medicijnen, dat ze weten wat de vluchtroutes zijn. Ons eigen CDC is het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. En Narien Ismail en Sebastiaan van der Pol interviewden communicatieadviseur Hella Smit en persvoorlichter Harold Wichel. Wat voor communicatie kunnen we verwachten als er bijvoorbeeld een grote uitbraak van een virus is? Ik ben Hella Smit en ik werk als communicatieadviseur op het Centrum voor Infectieziektebestrijding. En werk heel veel samen met collega Harold, de woordvoerder. Als je praat over incidenten zou je dat dus aan de ene kant kunt hebben bijvoorbeeld over een uitbraak. Zoals we hebben gehad de Mexicaanse griep in 2009 was dat alweer. Ja. Of Q-koorts. Maar je kunt je ook voorstellen een grote brand ergens, de Moerdijkbrand. Waar dan aan ons gevraagd wordt om te kijken wat voor stoffen er vrijkomen. En dan rukt de Milieuongevallendienst van het RIVM uit. Dus we hebben eigenlijk een responsfunctie. We zijn een onderzoeksinstituut met een responsfunctie. Nou, op het moment dat er sprake zou zijn van een uitbraak waar heel veel mensen ziek van worden, dan kom ik eigenlijk op het Mexicaanse griepverhaal, dan hebben wij een hele officiële rol daarin. Namelijk, wij moeten ervoor zorgen dat er zo min mogelijk mensen ziek worden, dat er zo min mogelijk maatschappelijke schade is. Stap 1 is natuurlijk dat mensen moeten weten wat er aan de hand is, want als ze niet weten wat er aan de hand is, kun je ze niet adviseren wat ze moeten doen. Dus uiteraard maak je dat bekend. En dan ga je natuurlijk in overleg, dan kijk je wat kunnen we nu het beste doen. Welke maatregelen zijn effectief? Ja. Maar heel belangrijk is dat wat je vertelt moet kloppen, maar het moet ook begrijpelijk zijn. Want een heel ingewikkeld verhaal technisch vertellen, dat lukt ons best, maar dan snapt niemand meer inderdaad wat je nou wil zeggen. Dus dat is een belangrijke rol die wij hebben hierin. En wat dan ook daar in dat hele proces belangrijk is, dat pers het goede verhaal vertelt. Dus er was elke week. Een persconferentie hier. Dus dan werden alle nieuwe dingen werden verteld. Pers werd uitgenodigd en kregen dus uit de eerste hand direct de informatie. Want je wil alleen maar dat zij dat verhaal gaan vertellen en niet met allerlei speculaties gaan vertellen. En zij kunnen ook vragen stellen. Dat was ook, de bedoeling. Het voordeel van één-op-één contact is als ik jou nou iets uitleg en je snapt het niet helemaal. Zeg, bedoel je dat? Hoe bedoel je het? En dan kun je ook, ik heb het niet goed uitgelegd of je hebt het niet goed begrepen. Ja. Dan kunnen we het nog een keertje uitleggen, want dat is heel belangrijk. Wij vonden dat erg goed werken, moet ik zeggen. Omdat juist doordat we ook gewoon alles vertelden wat we wisten, want je kan wel ieder, zeker met die griep, dus toen was een heel mooi voorbeeld, alles was nieuws op dat moment. Echt alles wat er bekend werd over die griep stond meteen in de krant. Ja, en je hebt altijd te dealen met partijen of mensen die hun vraagtekens erbij zetten of het waar is en onzin. En er gaan helemaal niet zoveel mensen dood. En zie je wel, er gaat weer heel veel vaccins erin gekocht en dat kan zo weer in de prullenbak. Het is overdreven. En maar die mensen, die zijn er altijd.
Maar de mainstream, die moet je goed informeren en daar moet je je bij houden. Mazelen is misschien wel een interessant voorbeeld. Ja. Dat was een uitbraak die in een heel specifiek deel van Nederland plaatsvond. Waarbij we gekeken hebben hoe kunnen we deze groep mensen zo goed mogelijk bereiken. Waarbij we ingezet hebben op informeren via bijvoorbeeld kranten die deze mensen lezen. Via advertenties hebben we geplaatst. Ja. Er zijn inloopspreekuren geweest in die specifieke gebieden. Ja. Nou, er zijn twee dingen. Nepberichten, fake nieuws op het moment dat wij denken van dit klopt echt niet. Dit is feitelijk onjuist. Met teken bijvoorbeeld heb je een verhaal. Dan zie je af en toe de ronde doen van ja, smeer ze met boter of zo. Ja. Want dan laten ze los. Ik noem wat. Of met zeep. Nee, wat er dan gebeurt is, als je eraan gaat pielen, dat die teken zijn maaginhoud in jouw bloedbaan uitspuugt. Dat wil je liever niet, want dan is de kans op ziektes groot. Dus daar zeggen wij dan iets van, nou dit klopt echt niet. En dan doen we er een linkje bij met de verhaal, hoe zit het wel in elkaar. Dus dat zien we. Ja. Maar ja, op het moment dat er niet echt een risico is, dan hoef je niet altijd in te grijpen. Dus we zijn niet van de internetpolitie, dus dat doen we natuurlijk niet. Maar we volgen het wel. Maar als we echt denken, nou dit klopt niet en dit heeft potentieel wel risico's, dan reageren we gewoon. En dat doen we dan ook echt namens het instituut. En er staat er eigenlijk ook altijd af wie van het is. Hè, als jij dat schrijft, dan staat er gewoon groeten Hella. Weet je wel? Ja, nee, maar het is duidelijk. Ja. Er zit iemand achter. Ja. Ja, ook bij grote uitbraken en rampen is het belangrijk dat de communicatie persoonlijk blijft, Vincent. Nou, wat me opvalt is, de grote zorg is natuurlijk dat er paniek is. En dat er, daar houden we eigenlijk veel meer rekening mee, valt me op hier bij dit soort dingen, dan dat er ook echt iets gebeurt. Dus de angst die we hebben is eigenlijk meer voor de paniek die ontstaat, dan dat er echt een angst is dat er opeens alles wordt weggevaagd. Of dat er een virus opduikt waar we toch niets aan kunnen doen. En dat is op zich natuurlijk ook wel logisch dat zo'n Rijksinstituut daar meer zorg over heeft. Dat er iets is waar mensen in geloven wat er niet is. Want ja. Ten eerste, als er iets is waar we in één keer allemaal dood aan gaan, dan zijn zij ook dood. Dus daar kan je niet zoveel aan doen. En ja, de geschiedenis wijst natuurlijk uit dat er veel meer schade ontstaat doordat de mensen denken dat er iets heel erg aan de hand is, dan dat er ook daadwerkelijk iets aan de hand is. Dus ik vind de benadering die zij heel erg, een hele strikte norm hebben ze eigenlijk, vrij ambtelijk zou je bijna kunnen zeggen. Je moet zorgen dat de juiste mensen de juiste informatie op de juiste plek krijgen, op het juiste moment van ons. Dus het gaat veel meer over het containen van het verhaal, van wat er gedeeld moet worden, dan dat zij als voorlichters bezig zijn met, iedereen moet een evacuatiepakketje onderin zijn tas hebben zitten of in de trapkast hebben liggen. Want ja, dat draagt natuurlijk juist bij aan de paniek. Laura? Ja, weet ik niet. Als je kijkt naar de films, dan is het meestal een kwestie van in Hollywoodfilms zie je de president die een boodschap uitstort over het volk en dat is het dan. En daarna zien we inderdaad totale paniek uitbreken in de meeste gevallen. Dat is vrij kansloos allemaal. En klopt het dat in dat soort films je dan ook ziet dat de paniek wereldwijd is? Ja. En dan krijg je altijd een sequence te zien van verschillende nieuwsstations, Tokio, Parijs. Als de hele wereld is het altijd Tokio. Ja, Nairobi zie je dan ook nog wel eens voorbij komen. Ja, en altijd op straat, buiten en allemaal kijken naar een groot scherm. Dat hoort er ook bij, dat we daar die gedeelde op het moment van redding krijgen we dat ook weer te zien, want dan kijkt de hele wereld met dankbare ogen naar de Verenigde Staten van Amerika, hoe zij opnieuw de wereld hebben gered. Ja. Ja, dan zitten we trouwens ook allemaal in het café of we staan ook op straat. Ja, met een vlag. Ja, had een Iers café al. Nee, maar wat duidelijk is dat er, dat zie je ook in films. Kijk, films hebben natuurlijk nodig dat er paniek ontstaat. Maar dat is inderdaad ook wel de grote zorg die we hebben over apocalyptische scenario's. Hè? Wat zouden we doen als er inderdaad het einde der tijden aandient? En het vervelende is dat het einde der tijden, jij zei het al bij je introductie, zal langzaam en pijnlijk zijn en zal niet in één keer plaatsvinden. Dit als geruststellende mededeling. Maar hoort die paniek bij het idee van de apocalyps als je kijkt naar de Bijbel? Nee. Daar wordt niets gezegd over, nou, nu zullen grote volkstammen zich gaan in paniek zullen raken. Ook in Tokio. Ook in Tokio. En daarna krijgen we, nee.
Ja. Nee. Nou, je haalde al die 144.000 aan die gered zullen worden. Kijk, er zijn natuurlijk ook best wel mensen die zich bij grote rampenscenario's daarop zullen verheugen en zeggen van, kijk, zie je, het bewijs wordt geleverd van wat hier nu gebeurt. Ja. Dat zie je in kleine dingen. Er is een aanslag in Zweden. Dat is heel erg. Maar het bewijst wel eigenlijk van het complot, grotere complot van waar ik op heb gewezen. Met elke ijsberg die omver valt, is het grote bewijs eigenlijk voor het grotere verhaal van de apocalyps. Dus er zit altijd een soort dubbelheid in. Je zag dat met de opkomst van AIDS in de jaren 70, 80, waren er natuurlijk ook zeer bijbels geïnformeerde mensen die zeiden, zie je wel, je ziet dat dit een groep in de samenleving raakt die natuurlijk niet volgens de bijbelse wetten leeft. Dit, de grote straf, de toren, komt nu op aarde om dat aan te tonen dat ook echt zo is. Ja. Wij komen aan het einde van deze uitzending en dan proberen we altijd een antwoord te formuleren op onze vraag. Waarom is het narratief van de apocalyps nou zo aansprekend? Ik geef eerst jou het woord, Vincent, en dan jou, Laura. De apocalyps is de ultieme cliffhanger. Namelijk, de cliffhanger is een moment dat je denkt, gaat dit wel goed aflopen? Zullen we blijven hangen of worden we toch nog gered? Maar dan niet één iemand aan een cliff, nee, fucking iedereen. En dan is het natuurlijk het moment, zullen we dan nog wel gered worden? En we zien dat in fictie. En dan kunnen we spannend denken en dat lijkt natuurlijk tot hele mooie visualisaties, kan je dat laten doen, zoals je zei in L.A. Maar ik denk dat het in non-fictie eigenlijk nog een veel belangrijkere rol speelt. Omdat ze daarbij niet weg kunnen, maar het is een oproep. Het is een directe oproep. Je moet nu in actie komen. Jij moet een keuze maken. Sta jij aan de juiste kant van de geschiedenis? Hoor je bij ons of hoor jij bij de ander? Dat is het apocalyptisch vertoog wat ontzettend aanwezig is en ja, tot actie leidt. Laura? Ik heb een iets andere insteek. Ik denk dat er zijn meerdere antwoorden op de vraag. Maar de reden waarom het eigenlijk zo'n ontzettend succesvol, blijvend succesvol verhaal is, omdat het mensen die erin geloven, mensen die zeggen inderdaad, ik geloof dat het zo gaat gebeuren zoals het in de Bijbel staat, die zijn in staat om in een hele complexe samenleving, complexe wereld waarin wij ons nu bevinden als individu, om daar betekenis aan te geven en daar een grotere structuur in aan te kunnen brengen. Het begin hebben we niet meegemaakt. Wij zitten ergens in het midden, om maar even Franse filosofen aan te houden. En het einde gaan we waarschijnlijk ook niet meemaken. Hoe moet ik daar betekenis aan geven? Dus dat is één manier om volgens narratologen, om een begin, midden en einde aan je leven te geven. Want er zit dus ook een stukje chronocentrisme in. Het idee dat jouw tijd de allerbelangrijkste tijd is. Of niet. Want je kunt ook zeggen, wij gaan het toch niet meemaken, dus het maakt niet uit. Na ons de zondvloed. Ja. En dan is het, en daarom een ander punt waarom het zo aansprekend is, omdat hoe complexer een samenleving is, hoe interessanter, hoe opwindender het is om te kijken, wat zou er gebeuren als het kapot zou gaan? Hoe moet ik dat me voorstellen? Wat zou ik doen? Maar is dat dan ook een bijna masochistische fantasie? Tuurlijk. We kunnen niet alles kapot maken. Je kan je eigen huis kapot maken, dat moet je dan maar vooral doen. Maar als je wilt kijken naar een groter systeem waarin je niks bent, maar je wel onderdeel van bent. Hoe zou dat eruit zien als dat gedeeltelijk wordt afgebroken? Nou ja, het is meer een persoonlijk standpunt. Maar kijk, als de aarde dan toch moet vergaan, zou ik het helemaal niet. Dan, misschien is dat wel heel erg egocentrisch gedacht. Nou, zo'n beetje zo na mijn 70ste, dat ik dat stukje dan nog wel meemaak. Dat verlangen om een soort, om een soort closure te hebben, weet je wel, het einde om daar een onderdeel van te zijn. Ja, dat herken ik wel als gevoel dat een onderdeel zou moeten zijn. Dat ik dat fijn zou vinden als dat een onderdeel van mijn leven zou zijn. Daar wordt natuurlijk wel mee gespeeld dat onze tijd inderdaad de belangrijkste is. Dat wij de laatste generatie zijn die de schuld op ons dragen. Hè? Dan komen we weer op dat eerdere punt wat ik maakte. Welke wereld dragen wij eigenlijk over aan de anderen? Dus daar zit aan de ene kant een verlangen in om daar een onderdeel van te zijn. Maar aan de andere kant komt dat ook met schuld. Er zit ook schuld bij. Maar ook een soort
narcisme dat wij misschien wel de laatste zijn. U heeft het einde van deze aflevering gehaald. Dit was aflevering 54 van de podcast Onder Mediadoktoren. Het is handig als u zich abonneert. Dat kan via iTunes, Stitcher of SoundCloud. We hebben ook een prachtig YouTube-kanaal. Alle informatie staat op ondermediadoktoren.nl. Deze uitzending werd gemaakt door Tom Aalmoes, Volkert Koehoorn, Narien Eschmel, Sebastian van der Pol, Pim Prins en Iris Verhulstonk. Dank aan mijn medemediadokter Dr. Vincent Kroonen en veel dank aan onze gast Dr. Laura Kopier. Wij zijn er weer over 2 weken. Wat er dan staat te gebeuren, weten we nog niet. We hopen dat we er nog zijn. We hopen dat we er nog zijn en we hopen dat u er ook weer bij bent. Graag tot dan.